Word niet verliefd op je eigen projecten. Nou, een fout die heel veel ondernemers maken, die ik zelf ook vaak genoeg heb gemaakt, is dat je een project start en dat je het een fantastisch project vindt en het loopt vervolgens niet. Het is eigenlijk helemaal niet een goed idee geweest. En het kost je veel te veel energie, het kost heel veel andere mensen veel te veel energie en dat loopt gewoon niet echt. Op zo'n moment moet je ook afscheid durven te nemen van zo'n project. Natuurlijk moet je eerst alles eraan doen om er een succes van te maken. En vervolgens moet je gaan kijken, oké, levert het dat op of levert het niks op? En als het minder oplevert dan dat dat de bedoeling was, dan moet jij eigenlijk uiteindelijk de volgende kiezen van oké, ik kap hiermee, ik stop hiermee en het schiet gewoon niet op. Maar veel ondernemers maken de fout om dan vervolgens andere projecten erbij te gaan doen, zodat dat weer compenseert met het ene project. En ik heb zelf die fout ook vele malen gemaakt. Maar op een gegeven moment kwam ik er ook achter van oké, ik heb heel veel projecten die leveren heel veel geld op. Een hele hoop websites die een hele hoop geld opleveren. En ik heb ook een hele hoop websites die leveren al wat geld op. Maar ik moet ook heel veel uren en energie en tijd instoppen. En ze lopen misschien ook wel een klein beetje risico, et cetera, et cetera. Dus wat ik op een gegeven moment ben gaan doen is gewoon, ik ben gewoon echt heel groot en heel vaak en heel hard op de delete knop gaan drukken. En alle projecten die ik had lopen, waarvan ik dacht dat ze heel veel potentie hadden en waarvan ze misschien ook wel heel veel potentie hadden, maar dat waarvan ik wist van oké, ik heb er niet de tijd voor, niet de energie en niet de mensen om die daarop te zetten. Dus gewoon delete drukken en weg ermee. En op het moment dat ik dat ben gaan doen, is mijn inkomen gaan stijgen, is mijn stressniveau gigantisch naar beneden gegaan, heb ik minder mensen nodig om die projecten te managen en blijft er gewoon veel meer geld over en veel meer tijd over. Dus probeer niet al te verliefd te worden op je eigen projecten. Ik had dat altijd, ik durfde geen afstand te nemen van projecten, van domeinnamen, van websites of wat dan ook. En ik ben er nu vrij eenvoudig in. Ik zie nu gewoon wat geld oplevert, wat geen geld oplevert en wat energie oplevert en wat energie kost. En dat zijn belangrijke factoren voor mij om vervolgens minder verliefd te worden op een project. En ik heb heel veel projecten gedumpt met een gigantische potentie. Waarvan dat gigantische successen zou kunnen worden. Alleen daarvoor zou ik mezelf te veel moeten aanpassen. Zou ik mijn organisatie te veel moeten aanpassen. En zou ik te veel energie erin moeten stoppen. Dus blijf gewoon wel kritisch kijken naar je projecten. En ja, als het te lang duurt en je hebt zoiets van, nou ja, het moet wel, maar het lukt nu niet. Ja, misschien is het beter om die projecten gewoon te dumpen. Het is misschien beter om 2 of 3 succesvolle projecten te hebben dan 20 of 30 halve projecten. Want het schiet natuurlijk niet echt op. Dus dat is mijn tip. Probeer niet al te verliefd te worden op je eigen projecten. Zodat je gewoon goed objectief kunt kijken van oké, is het wel wat of is het niet wat. En als het niks is of als het niet echt is wat het zou moeten worden, probeer dan te zwaaien met de scepter. Alsof je leven ervan afhangt. Want het kan gewoon echt vele malen meer rust opleveren. Veel meer tijd opleveren en veel meer geld opleveren. Als jij gaat focussen op de projecten in jouw bedrijf die wel geld opleveren. En die wel succesvol zijn en die nog meer potentie hebben. Dus dat je iets meer kunt focussen in plaats van dat je gaat schieten met hagel. Dus probeer niet al te verliefd te worden op je eigen projecten. Tot de volgende video en alle succes.